In het stuk zitten veel teksten op rijm. Bijna al onze teksten. Ja, heel veel van onze teksten, van de jongeren, van de geliefden. En dat maakt het lastig, omdat we juist hebben gezocht dat je eigenlijk die rijm niet hoort. Dat die er wel is, maar dat je hem dus er tegenin speelt. Ja. Maar dat lukt niet altijd. Soms is het ook gewoon onvermijdelijk. Dan hoor je toch de rijm. En, maar goed, als je de intentie speelt, dan moet het goed zijn. En net op het laatst spelen we dan een slow motion scène. En daar gebeuren allemaal vaak dingetjes. En net glezen half van die tafel. Dus dan liggen we weer zo half ons in te houden om niet te lachen. Het is echt wel geestig. Ja, ik glees zo ergens door. Dus toen probeer je dat weer in de slow motion te verwerken. Ja, dat krijg je met überhaupt met dit decor. Dus, heb je heel vaak van dat soort situaties. Ja. Ja, in het kerk is het vaak moeilijk om überhaupt gewoon overeind te blijven staan. Ja. Als je staat, kan je al omvallen. Het is heel onbetrouwbaar. Nee, en het einde was ook weer heel erg grappig. Het was ontzettend lach van Jap en Pierre. Dat is, elke avond is dat zo leuk voor ons. Dan zitten wij op die eerste rij en dan kijk je er de hele avond naar uit. Dat je dan gewoon naar hun mag kijken. Als toeschouwer naar dat stukje, dat doen ze zo grappig, zo leuk. Ja, ontzettend grappig. Ja. Pierre Hochma en ik spelen Pyramus en Thisbe, dus de twee Griekse geliefden uit de Griekse mythologie, die zelfmoord plegen op het eind. Heel erg ernstig. Dat ze elkaar in de dood, dat ze zoveel van elkaar houden, dat ze elkaar in de dood volgen. Als ultieme vorm van liefhebben, van liefde. Alleen, ik speel de vrouw, het is me dus. Ja, het is leuk om een vrouw te spelen. Ja, ik ben blij dat ik op mijn hakken blijf staan.